hebben je net opgehaald bij de Poshof. Kun je uitleggen waarom? Die boerderij waar we net waren, daar ben ik geboren. En daar, ik heb eigenlijk tot 15 jaar geleden op deze plek gewoond. Eerst op die boerderij. Het was ook echt een boerderij die functioneerde. Dus mijn ouders hadden gewoon een boerderij. Ik ben een echte boerendochter. Heb je ooit overwogen om ook boerin te worden? Nee. Nee. Nee, ik heb van alles overwogen, maar boerin, nee, dat heeft niet tot de opties gehoord. Voor de mensen die onder een steen hebben gezeten, die niet weten wat jij doet. Die hebben dan wel echt onder een steen gezeten. Nee, nou, ik heb een winkel in de Stokstraat. Een modewinkel. Een modewinkel, ja. Alleen voor vrouwen. Dus geen mannen. En die winkel heb ik intussen al 36 jaar. En ik heb nooit de ambitie gehad om 36 jaar geleden om echt iets te gaan voorstellen in de mode. Maar helemaal out of the blue ben ik tot begonnen. En ja, dat was vanaf het begin succesvol. En dan zit je in een molen en ja, die molen draait door. En dan draai je gewoon mee, ja. En wat verwacht je van je personeel helpen? Vakkundigheid. Hè? Dus een mevrouw van midden 50. Zo nodig een heel open, heel strak, te kort jurkje aan wil, dan verwacht ik van mijn medewerkers dat ze zeggen dat dat geen goede keuze is. Of als een mevrouw van 55 zo nodig een heel skinny broekje wil dragen en dat in lazen wil stoppen, dan eis ik van mijn medewerkers dat ze zeggen dat dat echt niet mag en dat dat meer iets is voor als je heel jong bent. Of als je naar de manege gaat of zo, maar niet om er mooi uit te zien. Misschien een overbodige vraag, maar ben je van de bottenbel of van de fluwelen handschoen? Wat denk je? Ik denk van de super bottenbel. Heb je nog bepaalde stopwoorden die je vaak gebruikt? Heel slecht, kut. Ik zeg heel vaak kut en ik vind het zo slecht, maar ik vind het een lekker woord om te zeggen. Ik zeg dat vaak, ja. Mag je hier roken? Oh ja, roken, dat weet ik denk het niet. En qua kleding, wat zou je iedere vrouw wensen? Als je iedereen één kledingstuk mocht uitdelen. In ieder geval iets wat past en niet te klein en te strak en te kort is. Ja, echt. Dat men associeert te kleine, te korte kleren vaak met jong. Men denkt dat dat jong maakt. En ja, dat is de grootste denkfout. Maar goed, Harpers heeft er ook al een nummer aan besteed. Dus ik denk dat je daar wel iets bij vol kunt stellen. Ja, absoluut. Maar ik roep dat al jaren. Dat te klein, te strak, te bloot en te kort. Dat is de grootste fout die mensen kunnen maken. Dan kunnen we beter vertellen waarom we naar de Stokstraat gaan. Nou, we gaan naar de Stokstraat omdat hier onze winkel is, hè? Al 36 jaar. Ik ben zo verlief, hartstikke verlief. En zich die zin ben ik blij dat ik leef. Ik ben zo verlief.